In deze uitzending van NH Airtime. KLM heeft nieuwe stoelen. We vlogen mee op de eerste vlucht met de Premium Comfort klasse naar New York. Alle Boeing 787's en 777's van KLM worden de komende tijd voorzien van een nieuwe klasse, de Premium Comfort Class. Een stuk luxer dan Economy, maar zeker niet zo chic als de Business Class. Veel concurrenten hebben al veel langer een soortgelijke klasse, dus KLM moest aan de slag en pompte miljoenen in het bedenken en bouwen van de nieuwe stoelen om te kunnen blijven meedoen. De eerste officiële vlucht was met het nog enige toestel waarin de stoelen zijn geplaatst. Deze Boeing 787-10 Dreamliner. KLM gaat eerst alle Dreamliners voorzien van premium comfort. Daarna zijn de Boeing 777's aan de beurt. Die staan straks elk wat langer in de hangar op Schiphol Oost, omdat daarin ook de business class wordt vervangen. Deze oude stoelen gaan eruit en er komen dit soort zitplaatsen voor in de plaats. Met nog een klein verschil. Elke stoel krijgt ook nog een deurtje voor extra privacy. Als je de nieuwe Premium Comfort vergelijkt met Economy, heb je veel meer ruimte. Bij het raam staan twee brede stoelen in plaats van drie smalle. De stoel kan niet plat, zoals bij de Business Class. Maar er is wel een bankje voor de benen en een steuntje voor de voeten. Je krijgt meer keuze bij het eten en drinken. Filmkijken doe je op een groter scherm. En er is een handig klepje als je bijvoorbeeld Netflix wil kijken op je telefoon. Voor een ticket, bijvoorbeeld voor deze vlucht naar New York, betaal je volgens KLM ongeveer 2 keer zoveel als een economy ticket. Voor de nieuwe klasse moesten er wel wat gewone economy-stoelen wijken. Iedere Boeing 787 en 777 heeft straks minder zitplaatsen. De aanpassing geldt ook voor de bemanning die ermee moet werken. Ja, een nieuwe klasse betekent voor onze crew natuurlijk wel echt anders werken. We moeten leren werken met het nieuwe product. Naast het enthousiasme, want dat is echt heel leuk om te zien. Crew vindt het superleuk om zo'n nieuw product zich eigen te maken eigenlijk. Maar we moeten wel een nieuwe werkmethodiek aanleren. En is zeker ook wennen. Is het natuurlijk wel zo dat ik met mijn team hier al 2 jaar mee bezig ben. Dus het zit wel een beetje echt in het DNA. Maar het is zeker ook wennen. En ik zie het ook in de galley. Het is zoeken. Je moet even kijken van waar vind ik nou mijn spulletjes. Het is zeker wennen. Maar ik ben vooral heel enthousiast. Op het YouTube-kanaal van NH Airtime staan veel meer video's van luxe en minder luxe stoelen aan boord van andere luchtvaartmaatschappijen die van en naar Schiphol vliegen. Maar ook deze uitzending over KLM's eerste Boeing 787-10 Dreamliner. Dit is ook het eerste toestel waar de nieuwe Premium Comfort is ingebouwd. Abonneer je op het kanaal en klik op het belletje om op de hoogte te blijven van nieuwe uploads. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf.